Hallo allemaal, welkom bij een gloednieuwe video. Ik ben Nikki. Ik ben Rek. En vandaag hebben we weer een nieuwe video. Vandaag gaan we proberen om een DIY fish catcher te maken. Ik zeg het maar even in het Engels, want ik heb geen idee wat het in het Nederlands is. Omdat ik straks later een keertje ooit garnalen uit moet vangen en niet zeg maar dan de hele inrichting weer verprutsen, ga ik gewoon maar lekker zo'n ding maken. En nou ja, de dingen die je nodig hebt is een fles, die je heel goed schoongemaakt moet hebben. Een mes. Een schaar. En een stift. En als het goed is dat alles wat je nodig hebt. Oké, wat je als eerst moet doen, want het idee is dat je dit stuk eraf haalt, er andersom in doet, deze openmaakt, dat ze er wel in kunnen, maar er niet meer uit kunnen. En dan moet je daarin natuurlijk voer leggen. En als het goed is, werkt het zo. Nou, we gaan het zien. Ik zet hier een streep, ongeveer hier. En daar, dit stuk ga ik dus eruit snijden. En ik kan altijd er nog meer bij doen als ik merk dat het niet genoeg is. Maar eerst liever te weinig dan te veel. En dan zetten we er een mes in. Hopen dat dat wat makkelijk gaat. Ja, oké, dat gaat best redelijk. Oké. En dan dit helemaal maar afsnijden. Oh, dit gaat echt heel makkelijk. Dat is fijn. Nou ja, dan kan ik precies volgens de lijn doen. Kijk. Nou, en wat nou de bedoeling is. Want zie, wat het fijn is in deze marker is dat je hem er zo vanaf haalt. Dat doe ik wel even. Het lijkt me nou niet echt heel goed voor garnalen of zo. Voor vissen. Nou, en dan doe je hem er zo in. Maar eerst het dopje eraf. Nou ja, het dopje dan doe ik zo meteen even. En dan doe je er zo in en dan kunnen ze er als het goed is wel in, maar er niet meer uit. En als je dan hier in voer doet, dan moet dat dus goed zijn. Alleen, wat is met zijn dopje? Ik ga hem denk ik wel erop doen, maar dat ik er een gat in maak, omdat ik een best heel grote dop heb. Heb je een kleiner dopje, is dat natuurlijk niet nodig. Gaan we even kijken of we hier een gat in kunnen krijgen. Nou, ga ik heel even prutsen. Nou, ik heb er een gat in gekregen met de hulp van een mes en schaar. Ik ga zo groot het gat doen en misschien dat ik hem later nog groter maak. Dus, je doet de dop erop. Je doet hem erin. Hier doe je wat lekkers in. Dat gaat bij mij beoogde planten worden. Ja, dat gaat er bij mij worden. Dit leg je er zo in. Maar je kan het er ook zo in leggen, dat maakt niet zoveel uit. En dan is het wachten tot ze erin zitten. En als het goed is komen ze er niet meer uit. En wat nog wel een tip is, is dat je van binnenuit het gat erin kan maken. Zodat ze er wel in kunnen, maar er moeilijker zo eruit kunnen. Dus, dat gaan we maar eens eventjes proberen. Ik ga er even een heel mooi beoogd plantje in doen. En dan zien jullie zo meteen of het heeft gewerkt. Nou, ik ben benieuwd. Het is maar even afwachten. De garnalen werkt het eigenlijk voor geen meter. Er komt geen enkel garnaal in. Maar hier bij de guppen werkt het heel erg goed. Er zit zelfs een narcissus heb ik gevangen. Dus ik laat ze meteen weer vrij, want ik vind het een beetje sneu. Maar het is wel grappig op zich. Nou ja, jullie zien dus dat het werkt. Bedankt voor het kijken. Ik zie jullie weer bij de volgende video. Dus...